Nederland, Jeroen, en daar gaat het ook om. De politiek zit in een tunnelvisie. Dan kan je daar niets mee praten. Dan kan je daar niets mee onderhandelen. Dan kan je daar niets alleen maar mee doen zoals vandaag uiteindelijk ze de eenzijdige weg op gaat. Wij willen dit dictaat van tafel, net als jullie. En dan praten we daar samen over hoe we daar verder mee komen. Dat is de enige juiste weg, want zonder onderboeren is Nederland op dit punt niet goed bezig, is Nederland van de spoor af. En wij moeten met z'n allen Nederland weer het spoor krijgen. Samenwerken, dat doet het toe! Ik wil jullie bedanken. Laatste waarschuwing. We weten allemaal dat dit stikstofgedrag niet is ingericht om stikstof te reduceren, maar om 30% van de veestapel te reduceren. Wij weten het, LTO weten het. Ik denk dat we elkaar verschrikkelijk goed vast moeten houden. Als je bang wordt voor de politiek, bel alsjeblieft. Jos gaat mee en ik ga mee. En we houden onze poot zijn, want dit verdienen deze boeren. Zo is het.